Wat een heerlijke rust. Emma slaapt. Julian op het kinderdagverblijf en Hanna nog op school. Dat heb je zelf hier, hè, Claudia? Ja, ik vind het heerlijk. Eindelijk een beetje tijd voor ons. Ik kan me helemaal niet herinneren wanneer we hier voor het laatst zo met z'n twee hebben gezeten. Oh, eindelijk rust en dan gaat de telefoon. Nou, hopelijk niks dringends. Ik neem op. Ja, hallo. Met Martin Vogel. Ah, Hanna. Hallo. Is er wat? N niks gebeurd. Oké, okay. nou, dus waarom bel je dan? Oh, je bent al uit. Oké, okay. moet ik je ophalen dan? Ja? Oké, okay, is goed. Ja, dan ga ik wel op weg. Dan halen we daarna Julian wel op. Je wil niet dat we naar het kinderdagverblijf gaan? Maar we moeten wel. Ik haal je op. Doei. Nou, Claudia, je hebt het gehoord. Ik moet helaas gaan. Uh, Hanna die er zo uit. En daarna halen we Julian op. Ja, is goed. Ik blijf nog even zitten hier. Ja, is goed. Tot straks. Doei. Ah, oh, zoveel lekker eten. Ik weet helemaal niet waar ik moet beginnen. Hmm, deze taart. Daar ga ik een stukje van nemen. En na dat zoete neem ik toch nog wat hartigs. Die worstjes en die broodjes, ik kan er wel een ook van maken. Ja, dat doe ik. Hmm, en tot slot nog wel wat gezonds, die appel. En dat brood laat ik wel over voor morgen. Dan is er ook nog wat over. Poeh, tjeetje zeg. Ik voel me toch een beetje dik. Misschien had ik toch even een andere broek aan moeten trekken, maar... Wacht, heb ik ook nog een liter melk gedronken? Ach ja. Nou, Emma, heb je een lekker slaapje gedaan? Ja, mama, en fijn gedroomd, niet van de gevangenis. Oh, dat is super. Kom maar hier. Emma, niet boos zijn. Ik uh, kom een beetje slecht naar beneden. Hé, hey, hallo, ik ben er weer. Hoi, mam, hoi, Emma. Hé, hey, Julian. Waar zijn papa en Hanna dan? Ja, uh, ze zijn ons ook kom komen ophalen, maar ze wilden nog boodschappen doen. En ik er niet. Ik wilde niet mee. En uh, Hannah heeft nog wat nodig of zo. En ik wil nog wat vertellen van het kinderdagverblijf. Ik ben naar huis genomen en daar... En meer... Oh, wow, 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 wow. Wat is er, Julian? Mama, wat is er aan de hand met je? Wat dan? Je ziet er zo anders uit. Ah, ik heb een nieuwe outfit. Vind je mooi? Uh, ja, maar... Uh, dit kan toch niet? Uh, die buik... Uh, eh, oh, 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 oh nee! Wat is er, Julian? Oh nee, ik weet wat dat betekent. Oh mam, mam, jeetje, had je het niet kunnen vragen? Jeetje, Emma, we moeten wat bespreken. Kom naar boven, nu, nu, nu. Kom mee, Emma, Emma, kom nu. Ik zie je zo, mam. Huh, ik snap Julian soms echt niet. Dat kind. Ik denk dat hij wel te veel suiker heeft gekregen vandaag. Emma, we moeten wat belangrijks bespreken. Wat dan? Heb je mama's buik niet gezien? Weet je niet wat dat betekent? Nee. We krijgen een broertje of een zusje. Echt? Weet je dat niet? Nou eigenlijk weet ik het ook niet, maar... Nou, en nu? Nou, dan moeten we gaan bepalen wie weg moet uit de kamer. En omdat jij de jongste bent, moet jij weg. Want ja, anders kan de baby nergens slapen. Ja, maar dat wil ik niet. Het is mijn kamer. Ja, jij moet uit je kamer. En uh, dan bereiden we alles voor. En ja, nou, zo moet het dan. En ik ga niet weg uit mijn kamer. Ik ben Emma Vogel. En Emma Vogel gaat niet uit haar kamer. En anders kan ik ook wel bij jou in de kamer. Dan ga jij naar oma of opa. Dat is een mooi bed. Hé, hey, dat is mijn bed. Ga er vanaf. En mijn kamer. Nou, ik wil niet naar oma en opa. Die hebben niet eens een tablet of zo. Dan kan ik helemaal geen spelletje spelen. Emma, kom nou. Ja, maar oma heeft ook nog een mooie kamer. Dat kan ook. Mam! Mam! Kom nou. Ik moet echt eens eventjes een hartig woordje met je spreken. Ik ga lekker ditje doen. Wat is aan de hand, Julian? Mam, dit kan echt niet. Had je het ons niet kunnen vragen? Ik bedoel, ik begrijp het wel, mam. Ja, jij en papa vinden elkaar lief. Dat snap ik allemaal wel. Maar hadden jullie het niet kunnen vragen of zo? Ik heb geen idee waar je het over hebt, Julian. Maar mama, we krijgen toch een broertje of zusje? Je hebt zo'n dikke buik. Wat? Vind je dat echt? Nee, joh, jullie krijgen geen broertje of zusje. Ik ben niet zwanger. <tie> niet? Hoe dan? M -m -m echt? Nee, ik ben niet zwanger. Maar die dikke buik, Mam? En dan had ik dat gehoord: als een mama dan zo'n dikke buik krijgt, dan krijg je een broertje of zusje. Een kleine baby. Ik heb denk ik alleen een beetje veel gegeten. En, nou ja, misschien zie je dat gelijk bij mij. Pfff. Nou, ik ben wel opgelucht, want anders moest ik nou open en oma. Nee, natuurlijk niet. Claudia, Emma, Julian, daar zijn we weer. We gingen even boodschappen doen Wow, 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 Claudia. Wat is er, Martin? Eh, uh, wacht, dit is een beetje een verrassing voor me, hoor. Hm? Zeg nou niet dat ik iets gemist heb. Eh, uh, dat we een kind krijgen. Oh, Martin, jij ook nog. Ik ben niet zwanger. Helemaal niet. Oké. Okay. Ik heb alleen een beetje veel gegeten.